Als we kijken naar dit gebouw hier helemaal in Heemskerken, dan is het bedoeld voor een hele grote diversiteit aan kinderen. Kinderen met een lichamelijke beperking of kinderen die een gedragsmatig probleem hebben, dan wel verstandelijk. Het bijzondere van dit gebouw is dat er verschillende functionaliteiten samenkomen. Aan de ene kant onderwijs, maar ook zorg. Hier is ook een polykliniek en vervolgens zie je ook dat er zwembaden zijn en ook sporthallen. De sport kan heel veel samen doen met revalidatie. Revalidatie heel veel met sport. Maar ook kunnen we heel veel bieden aan de school. Dit bijzondere gebouw is tot stand gekomen op basis van een samenwerking tussen drie partijen. Aan de ene kant de gemeente Heemskerk hier. Aan de andere kant het familiebedrijf Pelikaan en wij Heliomare. Als je nu kijkt naar het resultaat, mogen we ongelooflijk tevreden zijn dat dit uiteindelijk in deze samenwerking ook tot stand gekomen is. Dus Pelikaan had in eerste instantie te maken natuurlijk hier met de grootste opdrachtgever en dat is Heliomare. Maar daarnaast natuurlijk ook nog eens te maken met de eisen die de gemeente stelde wat betreft de voorzieningen die zij wilden realiseren. In de begintijd zijn er ook wat hiccups geweest. Zo hebben we een tegenslag gehad, een brand. En desondanks dat is het ons wel gelukt met Pelikaan samen en de gemeente om op tijd dit gebouw te realiseren zoals het hier staat. Dit is helemaal nieuw en voldoet ook aan de tand des tijds, de nieuwe vragen die daarin gesteld worden. En daarin voldoet het uitstekend. Ik weet wel dat hier ontzettend veel aandacht besteed is aan duurzaamheid. Er wordt veel gebruik maken van de zonnepanelen die op het dak liggen. En zo zijn er nog heel veel voorzieningen hebben er plaatsgevonden om juist die duurzaamheid binnen te brengen. En ook hier moet ik zeggen, alle vormen van chapeau.